Hallo en welkom terug bij onze wekelijkse Bijbelstudies. Ik ben Gabriel, broer Lambert zit hier in ons midden. En welkom in deze 11e les over onze geloofsbelijdenis. Voordat we dieper in de les beginnen, laten we eerst beginnen met een gebed. Onze hemelse Vader, we willen u danken voor de gelegenheid dat u ons geeft, dat wij deze les met elkaar mogen behandelen. En dat het tot eer van u mogen zijn, zodat velen nog de weg tot u mogen vinden in geest en waarheid. Wij bidden u voor de leiding en hulp van uw Heilige Geest om ons verstand te verlichten, om datgene naar voren te brengen wat recht is in uw ogen. We hebben dit alles niet verdiend, maar wees ons genadig. Wij danken het in Jezus' naam. Amen. De titel van onze les vandaag is Morrelen aan Gods wet. En morrelen is knoeien. Ja. Toornen, mopperen of ontevreden zijn en dan ga je veranderen wat je denkt dat het niet goed is. En dat is erg. Heel erg, ja. Heel erg. Kijk, als we zien dat wat God heeft gemaakt en gedaan heeft goed was en altijd zeer goed was. En dan ga je ook eraan knoeien en weghalen wat je niet vindt dat het goed is. Ja, dan gaan we een beetje te ver. Dat denk ik ook, want we zien alles raakt op een gegeven moment uit zijn evenwicht. Het zuiveren, origineel, is er niet meer. Ja, nee, maar we praten over iets dat God zelf gesteld heeft. Ja. We praten over zijn fundering, we praten over zijn karakter. Als ik iets weghaal van zijn karakter en dan zet ik mijn eigen interpretatie erin, dan heb ik een probleem, want dan maak ik mijn eigen religie. Ja. En maak ik mijn eigen weg tot God. En dat verliest ook zijn kracht waartoe het bedoeld is. Ja. Het is eigenlijk door het woord van God, het is de waarheid die ons vrij maakt. Amen. Het is alleen door de Zoon die ons werkelijk bevrijd zijn. Amen. Maar als we knoeien aan zijn woord, aan zijn karakter en het middel waardoor wij zeg maar tot Jezus kunnen komen en beseffen wat fout is, ja. Dan gaan we nooit ons bekeren van onze zonde. Nee. Ja. En hebben we natuurlijk te maken met onze verlossing. En zo belangrijk is de wet van God. Natuurlijk verraten we niet alleen over wet, want ja... Ik bedoel, de wet moet ons leiden tot Christus. Het is een spiegel. Ja. Maar als de spiegel het niet meer doet, of verandert iets, of helemaal vuil is, dan kan ik nooit echt zien wat fout is in mij. Nee, dat klopt. De zuiverheid verlies je. De scherpte verlies je. En dat is de waarschuwing die wij hebben in de inleiding. De inleiding brengt ons tot een besef hoe belangrijk het is om het woord aan te nemen zoals het is. Amen. En het ook toe te passen, want anders heeft het geen zin. Ja. Ik zal hem voorlezen. Ja. God heeft deze woorden uitgesproken om de mensen te waarschuwen dat ze niet de minste verandering mogen aanbrengen in hetgeen God geopenbaard te bevolen heeft. Deze plechtige waarschuwingen gelden voor allen die de mensen door hun invloed ertoe aanzetten Gods wet gering te schatten. Zij die verklaren dat het niets uitmaakt of wij Gods wet al dan niet gehoorzamen, zouden bij het horen van deze woorden moeten vrezen en beven. Iedereen die zijn eigen opvattingen boven Gods openbaring stelt, iedereen die de duidelijke betekenis van de schrift verandert en aan zijn eigen smaak aanpast of verspoelt, of versoepelt, ten einde in harmonie te zijn met de wereld, neemt een vreselijke verantwoordelijkheid op zich. Het geschreven woord, de wet van God, zal de maatstaf zijn voor het karakter van alle mensen en zal alle veroordelen die bij deze onfeilbare toets gewogen maar te licht bevonden worden. Ja. Nou, in het Oude Testament vinden wij verschillende Bijbelteksten die het ook ondersteunen. Ja, ja. Ja? Onder andere zien wij in Jesaja hoofdstuk 8 vers 20, daar wordt duidelijker opgewezen tot de wet en tot de getuigenis. Ja. Ja? Want anders is er geen licht. Is er geen licht. Anders ben je nog steeds in duisternis en heb je de waarheid niet. Ja, ja. Ja en klopt. En deze wet is niet ons gegeven tot last, maar juist om ons te beschermen tegen het kwade. Ik maakte een thema over een spiegel in Spanje. En dan, als je, dan heb je ook huizen die helemaal aan de buitenkant, helemaal met spiegels in een bos. En natuurlijk in het bos, met spiegels, je ziet hem niet. Nee. Het is helemaal beschermd, omdat niemand ziet wat daar is. Ja. Dus in die zin is dus de spiegel goed voor ons, want we kunnen zien. Maar ook is het een bescherming als we helemaal omringd zijn door spiegels. Wie ziet ons?
Ja. Kan Satan ons niet zien, ons niet aanvallen en alles wordt... net als met dit schil van het geloof. Ja. De duif uitooft al die aanvallen van Satan. Zeker, ja. Ja. Maar waarom is het zo belangrijk dat wij toch over die wet zo spreken? Ja. Het is een bescherming voor ons tegen het kwade. En God wil gerespecteerd, geëerd worden op de juiste manier. En er is maar één manier om God de juiste waarde te geven die hem toekomt. Mm-hmm. En daarom zegt hij ook in Prediker 12 vers 13. Vrees God en onderhoud zijn geboden. En dit betaamt alle mensen. Nou, daar heb je hem. Ja, dus het was voor Adam helder, ja. Voor Eva, voor ons ook. Ja. En we hebben ook gezien wat is gebeurd. Adam is gefaald om die wet helemaal te gehoorzamen. En daarom zitten wij vandaag als zondaar. En die tekst is heel duidelijk. Want dat hij zegt van het is voor alle mensen dus. Voor u ook, voor mij, voor moslims, voor Chinezen, voor Afrikanen, voor iedereen die dat... Maakt omdat het eigenlijk is bescherming van ons allemaal. Amen. Ja. Ik bedoel, wie zou niet willen dat... Het mooie van is, wat zegt Spreuken 28 vers 9 ook, hè? Die zijn oor afwendt van de wet te horen, diens gebed zelfs zal een gruwel zijn. Ja. En we bidden tot God, we willen graag dat God ons hoort en onze gebeden verhoren. Maar ja. En dat is een belangrijk punt, want als we echt graag inderdaad verhoord willen worden door God, dat God onze gebeden antwoordt. En Johannes hoofdstuk 5 spreekt precies hetzelfde. Ja. En dan zegt hij ook dat als we vragen wat zijn wil is, dan geeft hij het aan ons. Ja. Maar als we gaan knoeien met de wet van God, hij zal hem niet horen. Nee. Ja, het klinkt hard. Hij beschermt ons toch tot op zekere mate, zodat hij kan zien dat hij genadevol is, dat hij goed is. Ja. Want dan laat hij ook regenen en de zon opkomen tot mensen... Mm. Maar hij had het anders gewild. Hij zou het beter en meer ons willen geven. Ja. Maar als we niet, als mensen niet kunnen. Maar het laat me ook denken aan de tekst van Openbaring hoofdstuk 22 vers 18 en 19. Die spreekt dat, dat mensen die dat ermee knoeien, klopt. Ja. Zegt er, indien iemand hieraan toevoegt. God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek beschreven zijn. En indien iemand afneemt van de woorden van het boek, deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de hele gestad, welke in dit boek beschreven zijn. Ja. Nou, we kunnen zeggen, dit is alleen voor Openbaring, maar waarom zou ik de rest van zijn woorden dan weghalen? Ja. Ik bedoel, wat haal ik eruit? Of gewoon zeggen van, dat is niet voor ons van toepassing. Terwijl dat een les is en misschien dat het enige middel is waardoor wij gered kunnen worden. Ja. Want dat is het. Kijk, wat ik wil halen, want dat zou de vraag zijn, wie zou dat willen doen? Ja. Dus alleen iemand die niet eens is, of zijn wil niet wil buigen, of zichzelf niet wil buigen. Ontevreden is. Ontevreden. Ja. Die iets anders wil leren dan wat God zegt. Ja. Of die ook de eer wil krijgen die alleen God toekomt. Of wil manipuleren. Ja. Want met de Bijbel, die hebben mensen zoveel gemanipuleerd in het verleden. Ja. Ja, met de angst en vrees voor hel en verdoemenis, dan werd men zo gemanipuleerd. Ja, maar dat is niet goed. Dat is de enige persoon of die enige macht die de Bijbel zou willen veranderen. Als hij wil manipuleren, als hij de waarheid niet wil spreken, als hij die eer inderdaad van God wil nemen. Ja. Maar dit is niet in onze tijd, dat was ook in het verleden. En misschien is het goed om in de eerste vragen vast te zien hoe God erover dacht. Ja. Over mensen die anders deden dan wat hij zei. Ja, dus in de eerste vraag, daar zien wij ook, God heeft een volk. Mm-hmm. Een volk om hem te vertegenwoordigen. Ja. Maar als dat volk ingrediënten van wat God geeft weghaalt... Dan moet het recept anders genaamd worden. Ja, dat klopt. Nu dat je aanhaalt van ingrediënten, dan kan je niet zeggen dat is de recept om een brood te bakken. Of, weet je, nee, dan moet je iets anders gaan noemen. Dat is een taart of weet ik veel wat anders. Een koekje. Dan moet je gewoon een andere naam gaan. Maar dan kan je niet zeggen dit is de waarheid of dit is de weg tot God toe. Nee,
Dat voorbeeld van Jeremia en Matthäus, die laten ons zien, ja. Ja, want als wij hier valt het ons op, dat ze de wet van God geringschatten. Mm-hmm. Dus ja, een beetje onverschillig ermee omgingen. En als gevolg hiervan komen ze ook anders uit, want ze wandelen niet meer in de wegen van God. Ja, ze doen niet meer de dingen van God. En wat gebeurt er? De mens heeft een ingeschapen godsbesef. Als hij niet de ware God dient, gaat hij andere goden dienen. En dan gaat hij iets anders zoeken, ja. Omdat hij dan de leegte niet met God kan vullen, dan zoekt hij iets geestelijks om daarmee te gevuld, die leegte te vullen. En dat is wat Jezus ook zei in Matthäus hoofdstuk 15, 3 en 6. Die zegt dat, waarom overtreedt ook u het gebod Gods door uw inzettingen? Ja. En u hebt alsof Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzettingen. Vers 3 en vers 6. Nou, als wij dan binnen het christendom, we spreken over het christendom, iedereen heeft een Bijbel. De Bijbel. Ja. Verschillende vertalingen, verschillende tijden of versies of zo, maar het is nog steeds dezelfde Bijbel. Maar het gaat niet over wat wij hebben, maar welke interpretatie wij geven aan het woord. Exact. Ja. Want voor hun, voor de Joden in de tijd van Jezus, was dus de Talmud, de uitleg van de Tora, de uitleg van de profeten, die gelden meer dan het woord zelf. Ja. En daarmee heeft Jezus dus dan problemen mee. Hij heeft dat moeten confronteren uitleggen. Omdat, heeft u niet in de wet gelezen? Hoe staat het in? Hoe leest u dan? Ja. Hoe leest u? Hoe staat het? Ja. Heeft u niet gelezen? Ja. Omdat men andere interpretaties erover hadden. Kijk, en dat ging zo ver dat op een gegeven moment zei Jezus, ja, ze lezen wel, maar ze zijn blind. Ja. Ze horen wel, maar ze zijn doof. Ja. Dus zo ver kan het ook met ons komen. Ja. Als wij geen gehoor geven aan God op de juiste manier. En in onze tijd is het nog steeds hetzelfde. Het is hetzelfde. Kerk dit of kerk dat, die heeft wel een bepaalde catechismus, waar staat geschreven, wat zij geloven. Maar uiteindelijk telt meer een concilie, een raad van zo'n tijd, van zo'n jaar, andere resoluties dan wat de Bijbel zelf zegt. Ja, inderdaad. Dus, en daar, dan hebben wij hoe het woord van God of het gebod krachteloos wordt gemaakt. Door onze eigen interpretatie, door onze eigen inzettingen. Ja. Of hoe we dan toepassen in onze tijd. Ja. Het principe zal precies hetzelfde zijn. Inderdaad. Kijk, en die verandering is niet iets van vandaag. Nee. Ja, Prediker 1 vers 9 zegt ook, er is niks nieuws onder de zon. Ja. Dus we zien de verandering en ook het volgen, maar niet naar de principiële dingen. Mm-hmm. Ja. Jezus vraagt ook, zegt ook bij verschillende vragen die de mens stelde, hoe was het in het begin? Ja, ja. Dus ga terug bij de oorsprong. Het is zo mooi dat voor de Joden, de Tora heeft meer waarde dan de rest van de profeten. Of tenminste niet meer waarde, maar het is orde van belang of prioriteit. Ja, prioriteit. Ja. En dan is staat Genesis bovenaan. Ja. En dat is dus nummer 1. Ja, misschien heeft Mozes dat wel toegelaten, maar hoe staat het in het begin? Hoe staat het in Genesis? Juist. Ja. Omdat daar is dus de oorspronkelijk. Ja. Ja. De situatie van de mensen in die tijd is nog steeds van onze tijd precies hetzelfde. Mensen waren zo, hier staat het leven was gekunsteld en onnatuurlijk geworden. Ja. Mensheid ging in de dieptepunt zo snel. Mm-hmm. En dat mensen niet meer de God aanbaden in geest en waarheid. Nee. En hoe komt dat? We lezen het tweede deel van de opmerking. Mm-hmm. Dan zien wij dus overal in de wereld verloren alle godsdienststelsels hun greep op de geest en de ziel. Ja. Vol ergernis over al die leugens en bedrog trachten zij hun gedachten te verstikken en keerden de mensen zich tot ongeloof en materialisme. Dus in feite, de kerk kan een goed werk doen als je het volgens Gods wil doet. Mm-hmm. Doet hij dat niet, dan leidt de mens af, want de zegen die daaraan verbonden is, krijgt hij niet. Het is de compromis met de nieuwe generaties, met de nieuwe tijden,
om dan mensen zeg maar niet te verliezen. Of dan, dat brengt je tot verandering, tot een andere interpretatie, tot een andere denkwijze. En zelfs om compromissen te gaan sluiten. En net als wat je zegt, materialisme speelt een belangrijke rol. Ja. Ongeloof, uiteindelijk, ja, ik denk niet dat het zo is. Het is een beetje te ver, het is niet zo echt zoals het... Maar ja, dat leidt tot andere instellingen. Verwarringen ook. Andere instellingen dan wat de Bijbel zegt. En dan wordt het krachteloos gemaakt. Ja. Jammer. Christus had de Joodse leider in zijn tijd een vervloedig bewijs gegeven over zijn natuur. Maar uiteindelijk waren ze zo vol van hun ideeën in de interpretatie dat ze hem verworpen hebben. Ja. De tweede vraag brengt ons tot een heel belangrijke gebod. Ja. En dat is het tweede gebod. Omdat dit gebod spreekt over geen gesneden beeld maken. Ja. En dat kwam in de geschiedenis uiteindelijk in de eerste gemeente. Ja. Het lijkt een beetje raar dat we hier hebben te maken met een God die jaloers is. Ja. Maar het gaat niet om dat hij wil ons... Mm-hmm. Hij heeft ons liefdevol geschapen, maar hij wil ons ook zo behouden, om gelukkig te worden. Ja. Maar als wij ons eigen weg gaan, ja, dan zijn we niet meer met hem gekoppeld, in relatie met hem. En dan missen wij de zegen. Want we kunnen alles hebben, maar als we van binnen niet gelukkig zijn, zijn we ook ongelukkig. Ja, klopt. Als we kijken hoe bijvoorbeeld in de eerste christelijke gemeente... uiteindelijk de beelden werden geaccepteerd als middel om tot God te komen. Want ja, een oprechte katholiek die denkt dat hij daardoor ook dichter bij God komt. Maar ook dat beeld is iets wat hem relateert of hem... Nou, hij voelt zich in ieder geval wel goed in de omgeving. Ja. Maar, het hoeft niet. Nee. Ik bedoel, je kan rechtstreeks tot God gaan. Dan hoef je niet via een saint of een andere heilige of wat dan ook. Je kan rechtstreeks tot God gaan. Ja, ik bedoel, waarom zou ik als ik met jou wil spreken, waarom ga ik via je vrouw? Ja. Of een vriend van jou? Wil je broer Lambert zeggen over... Ja. Broer, wat is dat nou voor gebrek aan respect? Ja. Of ja... Je kan persoonlijk. En dan gaan we meer, zeggen we in onze tijd, je praat over de persoon, maar je praat niet met de persoon met zelf. Met de persoon, ja. En dan gaat het dan via. Ja. En je praat over God en je biedt via tot God, terwijl hij zegt, ik ben toch je vriend. Zo is het. Ja. Nou, het is eigenlijk begonnen omdat ze dan, ze begonnen voor de doden te bidden in jaar 300. Nou, eerder zelf zo je dan. Maar daarna kwamen dan vereren van engelen en dode zinten in 375 na Christus. En daarna, in 375, kwam het gebruik van beelden. Ja. Omdat ze van, dus we moeten engelen en zinten vereren. Dus, dit is dat saint. Dus via dat. En dan gaat het dan verder natuurlijk... Tot het punt dat zoveel andere gewoontes en rituelen van anderen gewoon in het christendom gekomen zijn. Kijk, en bovendien, God wil dat wij hem aanbidden in geest en waarheid. Hè? Ja. Dus dat wij door geloof moeten wij hem aanbidden. Ja. Niet dat wij hem eerst moeten zien om hem te aanbidden. Dat geloof, het punt over geloof is een heel belangrijk punt inderdaad. Ja. Ik wilde iets anders zeggen over dit gebod. En, kijk, de eerste vier geboden helpen ons, of die spreken tegen afgoderij en polytheïsme. En het eerste gebod spreekt tegen monolatrie. En monolatrie is volgens het woordenboek is de aanbidding van een god zonder de ontkenning van het bestaan van andere goden. Ja. Omdat hij zegt, gij zult geen andere goden voor mij aangezegd hebben. En dan zeggen we, maar dan heb ik alleen één God. Nee. Monolatrie is heel bekend, ook zelfs tussen christenen en ook zelfs tussen Adventisten. Ja, helaas. Ja, waarom? Omdat we hebben God, en dat is wat hij zegt. Maar als het gaat om een bepaalde momenten, dan zeggen we, dan heb ik
de overheid bijvoorbeeld. Ja. Wat zij zeggen, nou, dan neem ik dat en respecteer ik dat. En dan gaat het zelf, doe ik dingen tegen wat God zegt. Maar omdat de overheid dat zegt, ja, nou, dan moet ik het doen. Nee, dat is niet wat Petrus en Johannes hebben gedaan. We moeten God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Dus ja, je hebt anderen die ook God voor ons ook zouden kunnen zijn. Dan moeten we natuurlijk waakzaam zijn dat we andere spullen niet een God voor ons worden. Wij hebben wel één tussen anderen. Ja. Maar dat spreekt echt tegen. Wie krijgt de eerste plaats? Het tweede gebod spreekt tegen afgoderij, dat weten we. Dus dat staat wel duidelijk. Het derde gebod spreekt tegen polytheïsme. Ja. Omdat je de eer van God en de naam van God niet geeft aan een andere God. Ja. Dus dat is hem toe. Dat behoort hem toe. Ja. Klaar. Niemand anders. Inderdaad. En het vierde gebod maakt een belangrijke oproep tot de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Tot monotheïsme. Ja. De God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Ja. En dan zie je dus een mooie balans. En dan begrijpen we ook waarom het overtreden van één gebod, het overtreden van de tweede en de derde en de vierde. Inderdaad. Dat heeft Adam en Eva in het begin gedaan. Zodra zij de slang hebben gehoord en gehoorzaam zijn geweest, dan waren er alle anderen. Want dan zonder meer. Kijk, want in het tweede gebod zelf geeft het ook aan. Hè? De God zegt hier, hij wil barmhartigheid doen aan duizenden van die geslachten. Mm-hmm. Ja? Dus hij, er rust een vloek op de derde, vierde geslacht van hem die hem haten, zijn geboden niet willen onderhouden en doen. Ja. Maar in duizenden geslachten wil hij zegenen. Dat zie je hoe goed God is. Ja. Nou, ik wilde dus verder gaan in de opmerking. Ja. Om te zien hoe het komt dat andere goden of beelden gebruikt werden in de geschiedenis. Ja. En dan spreken we over deze, deze kerk, die wereldkerk, universele kerk. Menen? Nee, wat ik bedoelde is dat om de bekeerlingen uit het heidenom iets in de plaats te geven voor de verdediging van de afgoden. Ja. En zodoende hun zogenaamde aanvaring van het christendom te vergemakkelijken, werden aanbidden van beelden en reliquieën langzamerhand in de christelijke godsdienst opgenomen. Ja. Dus de standaard werd verlaagd. Mm-hmm. Je maakt het makkelijker voor de mensen. En dan is het een gevaar waarvoor wij moeten waken in deze tijd. Ja. Hoe kunnen we jeugd dan makkelijker naar een gemeente trekken? Nou, laten we dan wereldse muziek gebruiken. Ja, maar dan maak je compromis. Gebruik je iets van de wereld om de jeugd te, en wanneer ze komen, waarvan moeten ze veranderen? Ja, dat klopt. Ja, ik bedoel, het is hier ook precies hetzelfde. Dus waarom zou ik dat achterlaten? Ja. En dan heb je geen verschil. En dan zie je ook niet meer wat fout is. En dan ga je nooit veranderen. Nee. Terwijl de beste manier om iedereen tot God te roepen is door het woord. Ja, want je basis is weg. Ja. Je fundament. Precies. En dat is juist wat zo verkeerd is. We kunnen wel samenwerken, mm-hmm. maar dat moet op basis van Gods woord zijn. Ja, precies. Samengaan is geen probleem, maar als we samengaan zoals God het bedoeld heeft. Ja, in Rome heb ik een boekje gekocht over al die toeristische sites. Ja. En over die obelisk van St. Pieterplein. Zeggen ze van de Egyptische obelisk. Dus het werd letterlijk gebracht vanuit Egypte helemaal in die plaats. Ja. En dan heb ik ook een foto van, heel oude foto online gevonden, toen die Jupiter of Zeus gebracht wordt vanuit de Pantheon naar St. Pieter kathedraal. Dat is de enige beeld die, zeg maar, die daar gebruikt. Alle andere goden werden gebruikt naar het museum, behalve die Jupiter. Of die van Zeus, inderdaad. Ja. Die werd dus in de kathedraal geplaatst. En zijn voet is helemaal versleten door zoveel keer, zo vaak dat gekust wordt. Ja. Maar dat is precies hetzelfde beeld van toen. Gewoon echt van Pantheon naar St. Peter kathedraal. Dus zij de wereld van de heidenen overgebracht naar een zogenaamde christendom. Dan. Ja, dan zou je kunnen zeggen, maar daar deed het niks goed. Omdat daar, net als Peter of Paulus, die kwam naar Athene en die zegt van, maar waarom zou ik iets van het heidendom gebruiken om tot God te komen? Of dan zeggen, dit is dus nu, krijg een andere naam en dan kan ik ermee
Waarom zou ik iets van Satan gebruiken om tot God te komen? Nee. Terwijl de Bijbel zegt de enige middelaar is Jezus Christus of zo. Dus, amen. Ja, het is... Nou, de derde vraag brengt ons tot... wat schrijven dan de profeten over deze verandering? Want kijk, het begint hiermee, maar dan gaat het ook laten knoeien met de wet van God. Ja, dus in feite, het is al zo ver vooruit gezegd wat er zal gebeuren. Hè? In het boek van Jesaja 24, vers 5 staat er geschreven, want het land is bevlekt, waarvan? Vanwege zijn inwoners. Wat doen ze dan? Want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwenverbond. Ja. Ja. Dus we zien hier, er vindt een verandering plaats dat niet in overeenstemming is met Gods wil. Ja. Ja. De tweede tekst is Daniël hoofdstuk 7 vers 25. Die spreekt over een kleine hoorn. Ja. Dit is natuurlijk niet de lijst om hier in diepte te gaan. Maar wat belangrijk is als je al die punten, de kenmerken van deze kleine hoorn op een rij zet. Ja. Die geven ja, zonder meer, of de resultaat is maar één macht. Die zo machtig was in de middeleeuwen en die zoveel mensen gemanipuleerd heeft en zoveel andere mensen gedood heeft. Nou, natuurlijk is er ook excuses aangeboden. Zelfs laat tot de Waldenzen toen heeft de paus dan vergevenis gevraagd om wat, alles wat werd gedaan. Maar de leer is nooit ontkend. De leer is niet weggedaan. De leer blijft nog steeds daar. Dus in feite... Je vraagt vergeving, maar die latere encyclica's, die halen niet weg wat vroeger was. Nee. En sommige van die punten die we ook zullen aanhalen, is bijvoorbeeld de naam die de priester of de paters dragen. Ja. Dezelfde encyclopedia zegt het dat zij... een alter Christus, dus een andere Christus zijn. En weet je, dat alle namen van Jezus dragen ze ook. Dat zij de verantwoordelijk zijn, vertegenwoordigers van Jezus zijn hier op aarde. Dat ze niet zomaar een... Ja. Nee, ze zijn echt de plaatsvervangers. De plaatsvervangers van Christus hier op aarde. Dus waarom hebben we een hoge priester in de hemel? Nou, voor niks dan. Ja, ik bedoel, als Hebreeën zegt dat hij middel van mij... Yeah. Maar als een andere de plaats van Jezus neemt, dan heb ik Jezus voor niks. Het is heel subtiel. Het is heel... hoe noem je dat weer in het Nederlands? De verandering en de manier hoe het gebracht wordt, het lijkt waar, maar dan heeft het zoveel andere dingen. Het lijkt waar en ook aannemelijk. Precies. Dan, uiteindelijk zegt de Bijbel, dat is godslastering. Als je zoveel doet en zo. En, dat klopt. En zoveel mensen die vervolgd werden omdat ze de Bijbel lazen. Bijbel was verboden. En dan zien wij dat een van de dingen is wat Daniël 7 vers 25 zegt. Het zal menen de tijden en de wet veranderen. Ja. Ja. Nou, de kalendaar die we hebben is door Gregorio. Paus Gregorio inderdaad. Ja. Veranderd. Dus dat klopt wat de Bijbel zegt. Ja. De tijden zijn ook veranderen. En zelfs de wet. Zelfs de wet. Is veranderd. Ja. Nou, ze zou menen, want het is niet veranderd. Nee. In de catechismus en in alles staat gewoon... Nou, de tiende gebod is in twee gesplitst. Ja. Het vierde gebod is alleen maar, nou ja, vereer de feestdagen. Maar welke feestdagen? Ja. Nou ja, je kan gewoon... Je kan het zelf invullen. Precies. Ja. Maar deze veranderingen, zegt het laatste deel van de opmerking. Hij zegt hier, wie staat daarachter? Ja. Satan heeft de verandering van de Sabbat veroorzaakt. Wat was zijn plan in de hoop, zijn opzet, de plannen Gods te verijdelen en te volvoeren? Hij probeert de geboden Gods in de wereld ondergeschikt te maken aan menselijke wetten. De mens der zonde, die meende tijden en wetten te veranderen en die het volk van God altijd verdrukt heeft, zal wetten doen uitvoeren die dwingen tot de viering van de eerste dag der week. Ja. Maar daar tegenover staat,
Maar Gods volk moet zich standvastig aan de kant des Heren stellen. Dat komt uit 2 Thessalonicenzen in hoofdstuk 2 vers 3. Sommige mensen hebben andere interpretatie hierover. Maar als je het zo goed bekijkt, als je analyseert, er zal eerst een afval komen. Ja. Mensen denken, oh, de afval is nu omdat je ziet dat mensen niet meer in God geloven of wat dan. Nee, die afval komt vanuit de tijd van Paulus. Mm-hmm. Dus er moest eerst een afval komen en daarna zullen mensen wetteloosheid zich openbaren. En die zou zich dus zitten of verheffen tegen alles wat God is. Ja. Nou, als je dan zegt van hij is de plaatsvervanger en hij draagt al de namen van God en hij vergeeft zonden en alles. Ja, wil je nog meer? Ik bedoel, wat meer wil je hebben dan wat dat betreft? Ja. En hij zit in de plaats van God. Waarom? Omdat hij dan zogenaamd de middelaar is. Ja. Hij is de enige weg tot God toe. Dus dit is een vervulling van deze teksten. Ja. Alle protestanten geloven daar vroeger. Calvin, Luther en al die anderen geloofden dat dit echt verwijst naar deze macht. En trouwens, dit gaat zo mooi samen met die van Daniel. Ja, dat klopt. We spreken niet tegen mensen. Ja. We spreken over een systeem die de Bijbel veranderd heeft. En die de wet geknoeid heeft. Ja. En niet alleen dat, maar ze geven dat toe. Ja. Want dan zullen we zo meteen zien. En dat systeem zal altijd zo blijven bestaan. Ja. Ja. Tot de komst van Jezus Christus. Tot de komst van Jezus. Ja. We proberen ook geen haat hierover op te wekken. Tegen de paus of tegen katholieken of wat dan ook. Dat is het niet. Het is een oproep tot ieder oprechte gelovige. Om te onderzoeken. En te kijken wat de Bijbel zelf zegt. Ja. En als er andere meningen erover. Kijk maar wat de Bijbel zegt. Staat er echt een verandering van de dag bijvoorbeeld? Ja. Van de geboden? Dat vind je niet in de Bijbel. Dus nou, laten we blijven wat de Bijbel zegt. En men mag gerust hierover corresponderen. Tuurlijk wel. Nou, de vierde vraag brengt ons tot het vierde gebod. Ja. We spraken een paar lessen geleden over hoe belangrijk de Sabbat was. En hoe verheffend dat is voor een mens. Maar ja, waarom? Waarom is het zo voornamelijk, zo relevant? Ja, kijk, de Sabbat is zo interessant, het vierde gebod specifiek. Omdat, als je een wet opstelt, regels opstelt, het moet ondertekend worden, anders heeft het geen waarde. Ja. En juist in het vierde gebod is de enige waar Gods naam daar staat. Ja. Ik ben de Heer uw God, die de zevende dag heeft gezegend en geheiligd. Hij zegt hier ook, ik ben de schepper, ik heb de hemel en de aarde gemaakt. Dus dat is zijn autoriteit. En hij openbaart ook nog een keer zijn rijksgebied, hemel en aarde. En het mooiste is, doe het omdat ik het ook gedaan heb. Ja, neem die rust. Ja, ik heb het gedaan. Ja. Het is niet de Sabbat van de Joden, het is niet de Sabbat van de Adventisten. Nee. Hij heeft het gedaan, jongens. Ja. Het is zijn dag dat vraagt hij aan ons om het te doen. Ja. Vanaf Genesis 2 heeft hij daarover gesproken. Ja. Vers 1 tot met 3. Precies. Ja. Het overtreden van Gods geboden is een speciale kenmerk van het beest en dus ook van zijn beeld. Waarom? Omdat hij dat zelf toegeeft. Misschien kunnen we dan naar de vijfde gaan. Vijfde vraag. Want dan kunnen we gelijk bewijzen wat geschreven staat. Of het werkelijk zo is. Ja. Wordt het wel toegegeven? Huh? We kunnen terugkomen, dat is geen probleem. Maar we kunnen alvast een paar citaten aanhalen waar wij. Ja, want anders lijkt het dat wij aan het aanvallen zijn. Dat willen we niet. Dat wil ik tenminste in ieder geval niet. Dat is absoluut niet onze bedoeling. We willen gewoon een oproep doen. Ja. Met alle liefde en respect. Onderzoek het woord Gods. Wordt het dan door de kerk wel toegegeven dat. Ja, zeker. Dat ze dat zelf veranderd hebben? Ja. En dat is het frappante van. We lezen hier van James Cardinal Gibbons in The Fate of Our Fathers. Gij kunt de Bijbel van Genesis tot Openbaring doorlezen en gij zult geen enkele regel vinden die het heilige van de zondag wettigt. De schrift legt de godsdienstige onderhouding van zaterdag op een dag welke wij nimmer heiligen. Oké, dus dat klopt. Hij heeft gelijk. Hij geeft het toe. Hij heeft gelijk. Ja. Je kan het niet vinden in de Bijbel. Dat er een. Nee. Maar dat is dan verder de Catholic Mirror
van 23 september 1893 zegt het ook: de katholieke kerk heeft meer dan 1000 jaar voor het bestaan van het protestant, uit kracht van zijn goddelijke zending, de dag van zaterdag in zondag veranderd. Ja. Dus... Maar ja, mensen, protestanten kunnen zeggen, ja, maar dat is toch de dag van opstanding. Ja, maar waar is de link tussen verandering vandaag met opstanding? Ja. Nergens. Ja, nergens te vinden. De enige link die de Bijbel geeft met opstanding, dood en opstanding, is de doop. Ja. Hij zegt, op dezelfde manier hoe Jezus begraven werd en opgestaan is, moeten we dan, wij worden dan, zeg maar, in het water gedoopt, onderdompeld en dan weer opgestaan. Dat is de enige link die de Bijbel legt. Ja. Met de opstanding van Jezus. Niet met een dag. En dat is de reden waarom deze mensen, en we zullen ook zien dat protestanten ook zelf dat toegeven. Ja. Nou, misschien kunnen we de andere ook twee aanhalen. Ja, namelijk... De Catechism of the Catholic Doctrine. Ja. De Converse Catechism. Ja, trouwens, je kan het ook op de andere catechismes. In sommige niet, maar andere wel. Dus dan moet je wel die goede hebben. Oh, oké. Okay. We zien hier dat het zegt, wij vieren de zondag in plaats van de zaterdag, omdat de katholieke kerk, dus dat was in de concilie van Laodicea, 336 na Christus, het plechtige karakter van zaterdag op zondag overgebracht heeft. Ja. Dat is wat catechismus is. Dus ja, mensen proberen nog steeds, degene die vasthouden nog steeds aan zondag, denk ik, ja, maar ik bedoel, als zij dat hebben gezegd, wij zien het niet zo, we zijn niet ermee eens, wij doen het omdat Jezus opgestaan is. En dat is prima, maar de onderbouwing in de Bijbel is heel, heel dun. Is, omdat ze bij elkaar kwamen op zondag. Dan denk je van, ja, dan kan je ook op maandag bij elkaar komen. Ja. Kan ook op woensdag bij elkaar komen, maar dat maakt die dagen niet heilig. Nee. Of omdat ze het brood braken op zondag. Maar ja, dan hebben we in Handelingen... Dat Paulus twee keer het brood brak in één dag. Of in één avond. En dan zie je dat brood breken is niet avondmaal. Of is dat geen aanwijzing tot verandering van de dag. Nee. Dat staat hier in Handelingen hoofdstuk 20. Dat is toen Malchus, was die jonge naam? Eutychus die gevallen is. Omdat Paulus te lang sprak, de hele nacht door. Mm. En in het begin, dus ze hebben brood gebroken. En daarna staat dat ze brak het brood en at. En dat is dus voordat hij vertrok. Dus twee keer, maar dan ga je twee keer niet avondmaal houden in één nacht. Nee. Dat is eten, joh. Weet je, dus dat gaat om andere... Nou ja, alle andere citaten over zondag in de Bijbel... Nou ja, een andere citaat is 1 Corinthiërs, hoofdstuk 16 volgens mij, die heeft het over dat ze collecten moesten bij elkaar brengen. Ja, dat klopt. Nou, vers 2. Elke eerste dag de week leggen ieder uur naar vermogen thuis iets weg en hij spaarde dit op. Nou, ze moesten dan thuis doen. Ja. Dat is geen aanwijzing tot een vergadering op zondag. Absoluut. En al was het op zondag. Wat is het probleem? Ja. We kunnen ook op zondag vergaderen. Ja. We kunnen op maandag en woensdag en donderdag. Ja. Dat maakt niet. Maar dat maakt die dag niet heilig. Nee. En dat is het verschil. Kijk, want dat is wat ik even terug wil gaan, namelijk in Exodus 20. Ja, mooi. We komen terug naar de vierde vraag. Ja. Even om uit te leggen wat er staat in Exodus 20. Geeft het ons aan in vers 11. En daarom rustte de Heer ten zevende dagen en hij zegende die dag. Mm-hmm. Ja? En hij heiligde die. Mm-hmm. Wat betekent dat? Dat hij dat heeft gezegend. Net als het volk van Israël. Ja. Men moest de zegen daaruit uitspreken over zijn volk. Zijn de naam van God werd gelegd op het volk. Ja. Ja. En dat is die zegen die verbonden is ook als eigendom. Die Sabbat hoort van mij. Ja? En dat heilige is heel simpel. Hij heeft het afgezonderd van die anderen. Precies. Nou, nummer 23 vers 20 hebben we het eerder aangehaald, maar niet gelezen. Maar ik denk dat het ook goed is om te lezen. Mm-hmm. Zie, ik heb bevel ontvangen te zegenen. En zegent hij, dan keer ik het niet. Iets wat gezegend wordt, wordt er niet teruggedraaid. Teruggekeerd. Ja. Nee. Ja.
Dat is een belangrijke punt. En ja, klopt. Ja. Dat zien wij. Nou, hoe zien dan protestanten dat? Nou, tenminste, als je niks anders hebt om toe te voegen. Mm. Ja, we hebben eerder over de Sabbat gesproken, dus dat is geen punt. Nee. Ik bedoel, dat hoeven we niet nog een keer aan te halen. Nee. Maar, ja? We zien alleen maar waarom. Kijk, als God zijn naam daarop heeft gelegd, op die dag, dat betekent, het is zijn eigendom dat wij hem als de schepper ook eren. Ja. Wij geven hem die eer toe. En dat heeft hij niet zomaar gezegd en gedaan, want hij wist, anders zouden wij andere goden op den duur ook gaan dienen. Mm. Ja. En dat is steeds gebeurd. Nou, zelfs zijn er mensen, vroeger en ook vandaag de dag nog, die hebben herhaaldelijk, hebben dus dan uitgeloofd grote bedragen te geven aan iemand die dat kan bewijzen. Ja. We hebben hier een voorbeeld in de les van een zekere T. Enright, die ook zei van, ik geef $1000. Ja. En dat is in 1884. Dus dat was heel veel geld. Ja, dat was heel veel. Ja. En hier in Apeldoorn hebben we ook een stichting van Sabbat. Ja. Die heeft ook 100.000 gulden uitgeloofd aan iemand die een Bijbeltest kan aanwijzen. Over een verandering. Over een verandering. Ja, goed. Maar het kan niet. Het staat niet. En dat geven we ook protestanten toe. Dat zien we in de zesde vraag. Ja. Wat zeggen Lutheranen hierover? Tenminste kort wat zij dan ook zeggen. Ja, er wordt hier gezegd, maar zij dwalen in de leer dat de zondag de plaats heeft ingenomen van de Sabbat van het Oude Testament. En daarom houden moeten worden zoals de zevende dag door de Israëlieten gehouden moest worden. Ja. En wat zien wij daarin? Zegt hij ook dat de kerken dwalen in hun leer, want de schrift heeft op geen enkele wijze de eerste dag van de week verordend in plaats van de Sabbat. Er is gewoon geen wet in het Nieuwe Testament in die zin. Zelfs ook niet. Ja. Nee, er is geen wet. Ja. Wat je vindt in het Nieuwe Testament. Je hebt wel een wet in het Nieuwe Testament voor de Sabbat. En dat is misschien wel goed om aan te halen. En dat is even kijken. Hebreeën hoofdstuk 4 vers 9, dat zegt van, er blijft nog steeds, en dan wordt het een speciale woord, sabbatismus, voor het volk van God. En sabbatismus is alleen bedoeld voor het houden van de Sabbatdag. En daar blijft een sabbatismus voor het volk van God. Hoofdstuk 4 vers 9, 9 en 10. Want wie tot zijn rust is ingegaan, dat is God, is ook zelfs tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Dus als wij die rust, en dan wordt het verwezen naar de sabbatismus. Nou, dat doet hij precies wat God heeft gedaan. Ja. Komt hij tot rust. Anglikanen hebben het ook, hoeven niet te lezen, maar we hebben hier in het boekje inderdaad. Waar wordt in de Bijbel gezegd dat wij de eerste dag van de week behoren te houden? Ja. Dat is dus Isaac Willems in Plain Sermons on the Catechism. Ja. Wij hebben de verandering van de zevende dag naar de eerste dag doorgevoerd van zaterdag naar zondag, opgezegd van de enige heilige katholieke kerk, zegt bischop Seymour. Why we keep Sunday. Dus misschien zijn deze oude citaten, maar die zijn nooit ondaan, die zijn nooit weggedaan. Er is nooit iets anders in de plaats gekomen. Nee. Dus die blijven nog steeds gelden. Die blijven staan. Ja, dat in ieder geval, dat weten we van de katholieke kerk. Ja. Als er iets is dat niet herroepen wordt, dan blijft het. En het punt is, als ze dat herroepen, dan wil zeggen dat de katholieke kerk niet onfeilbaar is. Onfeilbaar, zonder fouten. Ja, ze kunnen dat niet doen. Kijk, en het wonder is, de God heeft ook nergens zo geschreven dat hij zijn wet heeft veranderd. Mm-hmm. Nee. Ja, klopt. Voor verdere studie hebben we nog een ander citaat. Rome is duidelijk betrokken bij afgoderij in haar gebruik van beelden en afbeeldingen als centra van aanbidding. Dat is ook een andere citaat van Morton H. Smith. Rome and the Second Commandment, the Council of Chalcedonian. En dan zegt hij hier waar mensen zich voor buigen in hun gebeden. Dan spreekt hij over dus afgoderij en gebruik van beelden. En dan halen ze dus dat aan en zeggen van, weet je, dat staat of dat is verboden volgens het tweede gebod. Ja. Laten we daar nu sluiten met onze zevende vraag. Ja. En we keren terug tot de Bijbel en wat de Bijbel zegt hierover.
Ja, want hier geeft de Bijbel ons heel duidelijk aan. Als we in één struikelen, mm-hmm. dan struikelen wij in alle. Ja. Dat is wat Jacobus hoofdstuk 2 vers 10 zegt. Ja. En dan wil ik inderdaad aanhalen Colossenzen 3 vers 5. Die zegt dat begeren, of gierigheid, of gierigheid, ja. trouwens bijna hetzelfde, want je begeren iets en dan wil je het zo graag hebben, ja. dat is trouwens afgoderij. Ja. Dus het is een cirkel. Want dan kom je tot het einde van de wet, maar dan weet je dat je... En dan hebben we gezien hoe de eerste vier geboden hoe met elkaar verbonden zijn. Juist, ja. Maar ook de andere... zijn even heilig. En ja. ze zijn ook met elkaar verbonden. Ja. Als je de principes zeg maar kijkt. Ja. Kijk de video over de 10 geboden. Dan ziet u de principes van de 10 geboden. Ja. En dan zien we dat ze gewoon zo met elkaar verbonden zijn. Ja. Je kan geen één ingrediënt eruit halen. Nee. Nee, anders moeten we een koekje of taartje van maken. Ja. En we zien hier ook, Jezus geeft eigenlijk een heel zware waarschuwing, moet ik zeggen, in Matthäus 5. Hij zegt hier, zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden. En dan gaat hij nog verder. En de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Ja. Ik vind het zo mooi, want de context haalt aan de geboden, de 10 geboden. Ja. Ja, want kijk, het woord wet, zo dus wat breder gezien kunnen worden, dus de hele Torah. Maar wat hij bedoelt is eigenlijk de 10 geboden. Want hij had daar dus doden, je zult niet doden, je zult niet echt breken, je zult niet... En dan zegt hij dit. Ja, dus alles draait om die basis van God, die fundament. Ja. ja. En we kunnen zeggen, het is vervelend, het is wettisch, of noem maar op, maar het is juist liefde. Ja, toch wel. Interessant is, toen wij waren verhuisd van een flat naar een eensgezinswoning. Huizen waren pas gebouwd, er was geen schutting. Dus kindertjes die lopen, die weten niet wat tot waar wel en tot waar niet. Ja, maar alles is, maar toen je een hek plaatst, dan weten ze, tot hier. Ja, dat is inderdaad dat. Nou... Spreuken 30 vers 5 en 6. Alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild voor hen die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffen en uw genade bevonden wordt. Ja. Als u dan zo graag de wil van God wil doen, laten we de geboden van God houden. Daardoor worden we niet behouden, maar we houden de geboden omdat wij zo dankbaar zijn met God. Ja. Voor wat hij van ons heeft gedaan. En we willen hem niet teleurstellen. Ja. En we willen hem lief hebben. Omdat diegenen die de geboden houden, die hebben hem lief. Ja. En die blijven in zijn liefde, heeft Jezus ook gezegd. Ja. En die geboden is alleen maar een toets dat wij zullen gehoorzamen. Precies. Ik wil sluiten met 3 vragen. Kunnen wij ons voorstellen dat zulke grote veranderingen snel werden doorgevoerd zonder veel nadenken? Het wordt vaak gezegd, het is de katholieke kerk dat de Sabbat veranderd heeft. Maar het is Satan die de gemeente tot een afval geleid heeft. Die dus dan mensen op een gegeven moment zagen Sabbat als iets te Joods. En wilden niets met Joods te maken hebben. En die probeerden dus de dag van de opstanding 1 keer in het jaar dan te vieren. En uiteindelijk werden niet alleen die dag van de opstanding, maar ook andere dagen, op andere zondagen. En daarna natuurlijk geeft alles toe en dan komt die voornamelijkheid van de bisschop van Rome, die zoveel macht heeft en die anders kleedt dan die anderen. Uiteindelijk is het dus dan, en daarom zegt de tekst, eerst een afval en daarna de mensen de wet er al zijn. Dus die ene leidt de andere toe. En maar Jezus, kunnen we ons niet voorstellen Jezus dat tradities... Jezus is juist gekomen om ons vrij te maken. Precies. Ja. Nou, de andere vraag, tegen wie werken diegenen die knoeien met Gods wet? In ieder geval niet met God. Wat zou ons gebed moeten zijn, zodat we niet vallen als gevolg van blindheid en vrouwigheid? Ik zou zeggen, wat is uw wil, heren? Ja. Wijst u mij in uw woord. En help mij om uw woord aan te nemen, zodat u mijn gebed ook beantwoord kan worden. Dat moet ons gebed zijn. God zegen.